was ongeveer 9:30 in de avond. We hadden heerlijk gedineerd in een chic restaurant. En Klaus schonk thuis de Valreas uit 1976, die ik voor hem had meegebracht, in kristallen glazen. De wijn had niet de gelegenheid gehad te chambreren. Het vocht lijnde zich echter goed nog aan het glas. Langzaam verdween het gevoel dat mijn bezoek aan Kassel voor niets zou zijn, hoewel ik de hoop op concrete antwoorden op mijn vragen al had opgegeven. Ik besloot het echter nog één keer te proberen. Klaus, vertel me nu eens wat jouw gedachten over mijn ideeën en theorieën zijn. Vind je het allemaal te ver gezocht? Sauteur loslaten. Ik denk niet dat hij jullie sleutel tot de oplossing van jullie onderzoek is, Hugo. Je bent in mijn visie op het verkeerde been gezet. Een oude man op zijn sterfbed kan verleden en heden gemakkelijk door elkaar halen. Niks nazi's en hedendaagse antichristenen. Natuurlijk waren er geuniformeerde nazi's die de idealen uit de 30 en 40 jaren van de 20e eeuw niet konden laten vieren. Kijk maar naar de situatie in het nieuwe Duitsland. Verschillende ultrarechtse partijen en groeperingen staan onder leiding van dergelijke figuren en ze worden erdoor geïnspireerd. Dat er mogelijk sprake is van een mondiaal economisch of politiek complot tegen de eerzame burger zal ik ook niet stringent ontkennen. Daarvan kunnen instrumenten als Echelon en recentelijk nog Prism natuurlijk een voorbeeld zijn. Voor de zwevers onder ons dan, hè. De economische crisis van de afgelopen jaren kan uitgelegd worden als een monetair monstercomplot van banken of regeringen. Maar om nu te spreken over de komst van een of andere antichrist, nee, daar heb ik het moeilijk mee. Om de gehele wereld tot een totalitaire staat om te vormen, is meer nodig dan afspraken tussen banken en internationale concerns alleen. De wereld van Orwell's 1984 bestaat slechts als een tekst in een boek. Maar ik wil er nog veel meer aan toevoegen. Denk eens aan de macht die de G8-landen nu reeds hebben en de groeiende kracht en invloed van de Europese Unie, de genetica, de computergiganten. Ach Hugo, het gaat erbij in mijn optiek om niet meer dan verbale masturbatie. Kijk eens, als voorbeeld hoeveel moeite het wetenschappers uit slechts één discipline al kost om hun krachten en ideeën te bundelen. Lees de polemieken in de vakliteratuur maar eens, alle congressen en seminars ten spijt. En wil jij of Sauteun dan beweren dat alle krachten en machten die nodig zijn om het rijk van de antichrist te stichten door een stel oude nazi's en een gek geworden geheim genootschap beheerst worden? De doden die over de levenden heersen. Ik keek mijn vriend verbaasd aan. Klaus, ik spreek niet over een menselijke macht, maar ik heb het over oude profetieën die vervuld gaan worden. Kijk toch eens goed om je heen. Zie je de tekenen niet? Merk je niet hoe er vreemde lichten aan de horizon schijnen? De wonderen zich voor onze ogen afspelen. Hoe de naaste liefde is bekoeld. Hoe volkeren elkaar uitmoorden. Hoe wij onze zonen en dochters vergeten. Hoe regimenten tegenover elkaar op het slagveld staan. En hoe onze vrijheden door overijverige milieufascisten beknot worden. En, niet als laatste, hoe geheime diensten uit Amerika, Rusland en Europa in hun smederijen aan het werk zijn en bijvoorbeeld al ons data- en telefoonverkeer kunnen afluisteren. Zie je dat dan niet? De laatste zin kwam er enigszins vertwijfeld uit. Nee Hugo, ik zie het niet op die wijze. Je vraagt naar mijn kennis op het gebied van de nazi's en Hitler. Nou, daarover kan ik met je praten, discussiëren zelfs. Maar jouw eschatologische en metafysische visioenen zijn voor mij ontoegankelijk. Althans in de richting die jij op wilt. Het is mij te duister. Complottheorieën hebben de eeuwen geregeerd. Denk maar eens aan de Illuminaten uit Beieren die met duivelse complotten de wereldmacht in de 19e eeuw probeerden te veroveren. Gestrand in chaos. De burgers met hun beperkte visie van het leven zijn van nature wantrouwig en broederschappen, regeringen of geheime diensten spelen daarop in. Alsof het de primaire doelstelling en legitimatie is waarin zij moeten voorzien. Klaus staarde mij aan, terwijl zijn ogen hevig trilden. Ik zou mijzelf niet willen zien als een burger met een beperkte visie. Daarvoor hebben de prior en ik te veel feiten verzameld. Dat Harold Arczyk bij de tempelmuur staat te graven, terwijl een schilderij in Orléans hiervoor aanwijzing levert, is meer dan toeval alleen. Wat dacht je van de inhoud van de koffer die Arczyk in Mesnil-Val heeft achtergelaten? De verwijzingen naar een geheim broederschap druipen ervan af, inclusief haar riten en symbolen. Eventjes was het stil. Tja, misschien heb je gelijk en moeten we de feiten dan toch maar eens nuchter op een rijtje zetten. Dus jij denkt werkelijk dat er een connectie bestaat tussen de neonazi's, Harold Arczyk en zijn Keltische FVC? Ik knikte bevestigend.
Oké. Ik ben blij dat we het tenminste gaan proberen. Schenk nog eens in. Klaus liet mijn glas halfvol lopen, zette de fles op tafel en liep toen naar een grote kast en haalde uit een lade een bloknoot. We verzamelen eerst maar eens alle harde informatie, dus getallen, data, namen, sporen en sleutels. Later verwerken we die door middel van een spreadsheetprogramma op de laptop. Een beetje rekenwerk doet vaak wonderen. Ik knikte opnieuw en vroeg... Heb je alle gegevens met betrekking tot de nazi's op de harde schijf dan? Ja, zonder de laptop was ik reddeloos verloren. Mag ik vooraf aan onze feitenverzameling eerst nog een beeld schetsen dat ik ten aanzien van het mondiale complot heb? Zie het als een opstapje. Prima. Klaus liet zich in een grote stoel achterover zakken. Mijn ideeën zijn dus gebaseerd op de informatie die ik tot op heden heb verzameld. In de uren die volgden bespraken we mijn theorie. Klaus noteerde voortdurend gegevens, maar ik had het gevoel dat ik hem nog steeds niet op mijn spoor kon zetten. Ik kreeg de indruk dat hij mij ten koste van alles wilde overtuigen van zijn eigen, meer rationele visie, die hij met rusteloze ogen aan mij probeerde uit te dragen. Uiteindelijk bleef ons gesprek hangen op het intrigerende thema van goed en kwaad. Hij zei op een gegeven moment... Hugo, er is een oud Arabisch gezegde, luister. La beauté est dans l'œil qui regarde et non dans l'objet. Vertel dit nou eens aan jouw metafysische denken. Bijvoorbeeld, goed en kwaad zitten in hem die regeert en niet in de wereld. Er is niets metafysisch aan. Gewoon zoals mensen handelen. Evolutionaire gewoonten, instincten die vergelijkbaar zijn met eten, slapen, seks enzovoort. Weet je wat het is, Hugo? Het is ook maar net hoe je de zaken wilt interpreteren. Om je dat te illustreren neem ik je morgen mee naar Bonn. Duidelijker kan ik het je anders niet maken. Bonn? Wat gaan we daar doen? Je krijgt er van mij een wijze les en ik laat je een groot geheim zien. Iets wat ik enige jaren geleden al met een groepje studenten heb gedaan. Morgen is het zondag, dus een mooie rustige dag om erheen te rijden. Die wettenverherzage is goed, alles zit mee. Die afspraak was dus gemaakt. En ik was vanzelfsprekend erg nieuwsgierig wat hij me in Bonn zou tonen. Die avond in zijn studeerkamer wilde hij echter niet verder op ingaan. De volgende ochtend stonden we voor dag en voor dauw op en tegen 6:30 reden we de stad uit. Klaus nam een binnendoorroute. De dorpjes en steden vlogen aan ons voorbij. Friedland, Frankenberg, Laaspeek, Ziegen, Eitorf en Oberpleis. Vanuit dit laatste dorp nam hij de weg naar Königswinter, een mondain stadje aan de oever van de Rijn. Klaus parkeerde de auto bij een knusse wijnstube die aan de voet van de beroemde Drachenfels lag. Een hoge, uitstekende rots die majestueus over het Rijndal uitkeek. Nog steeds begreep ik het doel van onze reis niet. De maartse zon scheen op dit vroege uur al behoorlijk krachtig en we namen een tafeltje uit de wind op het terras. Even later zaten we aan een gezellig Duits ontbijt met harde broodjes en nadat alles geserveerd was, nam Klaus het woord. Hugo, jij die samen met de prior de eindtijdsprofetieën bestudeert, hoe exact is jullie exegese van de openbaring van Johannes? Hebben jullie vondsten gedaan waarmee de duistere en versluierde voorspellingen die in de teksten staan beschreven vorm, betekenis in het heden hebben gekregen? Tja, Klaus. De openbaring is een van de moeilijkste en meest onbegrepen boeken uit het Nieuwe Testament. En veel Bijbel-exegeten hebben er maar weinig aandacht aan besteed. We hebben uit alle beschikbare bronnen een verzameling aangelegd en in de vorm van een compilatie geresumeerd weergegeven. Spectaculair zijn onze bevindingen echter niet. De meeste schrijvers en onderzoekers zijn zeer breedsprakig, maar komen bijvoorbeeld bij de bepaling van wie de antichrist kan zijn. Het beest met het bijzondere merkteken en het getal in zijn naam 666, niet verder dan de clichés Nero, Barbarossa, Napoleon, Tsaar Peter de Grote, Stalin, Hitler en in onze moderne tijd zelfs mensen als Henry Kissinger. Eén vreemd feit is me echter altijd duidelijk voor ogen gebleven. Vers 10 van deel 8 beschrijft de enigmatische ster Alsem die, brandend als een fakkel, uit de hemel op aarde viel. De tekst zegt letterlijk, en zij viel op een derde van de rivieren en op de bronnen der wateren. En een derde deel der wateren werd Alsem en vele mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. Zoals je weet, Klaus, is Alsem een plant, een kruid. In het Duits heet zij absint, evenals in het Frans. In het Engels is de plant bekend onder de naam wormwood. En in het Oekraïens? Nou,
Wat denk je? Klaus trok zijn schouders op. Tsjernobyl. Letterlijk, plaats waar alsem groeit. Zie je de overeenkomst met de ster alsem? Een ster is in feite niets anders dan een nucleair proces. Precies zoals de kerncentrale van Tsjernobyl dat ook is. En weet je dat diep in de bodem van de laagvlakte van Kiev het grootste zoetwaterreservoir van Europa ligt? Herinner je je nog dat kinderen niet meer in de zandbakken mochten spelen, er geen spinazie en sla gegeten mocht worden en koeien tijdelijk in de stallen moesten blijven staan in plaats van te dartelen in de weilanden? Het bittere alsem is Johannes' equivalent van vergiftiging. Opmerkelijk toevallig, dat moet ik je wel zeggen, maar uit alleen deze exegese kun je nog geen theorie opbouwen. Ik wil je vandaag de uitkomsten van mijn persoonlijke studie van hoofdstukken 13 en 17 aanreiken en je daarmee laten zien dat de hele apocalyps bestemd is voor deze tijd. Aan de hand van de teksten wil ik aannemelijk maken dat Hitler de antichrist was en is. Ik knipperde met mijn ogen en ik vroeg hem, hoe bedoel je dat en is? Als volgt, in hoofdstuk 13 beschrijft Johannes dat de draak, het eerste beest, Hitler in mijn theorie, hem zijn kracht, troon en grote macht gaf. Dat is Hitlers rol en figuratie in de Tweede Wereldoorlog. Het getal van het beest is bekend, 666. Ik heb een aantal feiten en berekeningen voor je. Als je aan de eerste letter van Hitlers naam, de A dus, en de eerste letter van zijn achternaam, de H, volgens de kabbalistische methode cijfers geeft, dan staat er feitelijk 18. Dat is 3x6. En het getal van het zogenaamde beest. Geven op diezelfde wijze de naam Hitler in cijfers weer, dan is dat 8 plus 9 plus 20 plus 12 plus 5 plus 18 is 72. Vanwege Hitlers obsessie voor het getal 3 is 3 maal 72 is 216. 6 maal 6 maal 6 is 216. 666 gedeeld door 72 is 9,25. Dit getal maal 216 is 1998 is gelijk aan 3 maal 666. Het getal 72 is ook 7 plus 2 is 9. 9 maal 72 is 648. 666 min 648 is 18. Indien je aan de letter A de waarde 100 geeft en aan B en C enzovoort de waarde 101 en 102, etc., dan is de som van de waarden voor de naam Hitler 666, namelijk H is 107, I is 108, T is 119, I is 111, E is 104, R is 117. En nogmaals, 6 plus 6 plus 6 is 18, 6 plus 4 plus 8 is 18, 3 keer 18 is 54 en 9 keer 216 is 1944. Dit is het jaar waarin de ondergang van het Derde Rijk begon. Denk aan de invasie van de Galliëren in Normandië. 1944 plus 54 is 1998, het jaar van zijn wederkomst. Stop, Klaus. Duizelt me voor de ogen. Wat is zijn wederkomst? Ik heb Hitler in 1998 niet ontmoet, nog op de tv gezien of op de radio een donderpreek van hem gehoord. Dat wordt je zo allemaal nog duidelijk. Laat me verder gaan. Tijd genoeg om straks vragen te stellen. Let op. Indien we de cijfers die corresponderen met de naam Hitler afstandelijk optellen, dus 8 plus 9 plus 2 plus 1 plus 2 plus 5 plus 1 plus 8, is de som van 36. Wederom een getal dat verband houdt met 666. 36 maal 18 is weer 648. Wat een gegoochel met cijfers, kerel. Daar klopt volgens mij niks van. Pak een rekenmachine en je zult het zien. Hitler zag zichzelf ook als antichrist. Waarom kreeg zijn plaatsvervanger, Martin Bormann, anders op persoonlijke instructie van Hitler het SS-nummer 555 toegewezen? Alle SS'ers hadden immers een persoonlijk identificatienummer. Het nummer 665 bijvoorbeeld zou veel minder krachtig geklonken hebben dan reeds in klank en ritme naar 666 verwijzende nummer 555. Vergeet niet dat de nazi's mystici waren. Denk maar aan het mysterieuze en omineuze Thule-genootschap waaraan Hitler ook de swastika, het antikruis, ontleende. Ik kende het genootschap vanuit mijn studie naar de occulte wortels van de nationaal-socialistische beweging in het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen. Het Thule-gezelschap was een organisatie die in 1918 door onder andere Rudolf van Sebottendorf werd gesticht en propageerde
antisemitische en rechtsextremistische ideeën. Verschillende leden werden later opgenomen in de top van Nazi-Duitsland. De naam Thule was geïnspireerd op het mythische Ultima Thule, een land of stad in het uiterste noorden. Zo'n 1500 Duitsers werden in de loop van de tijd lid van de organisatie. En dankzij de financiële injecties van von Zeppelendorf kon men vergaderen in het beroemde en prestigieuze hotel die vierjarigszeit in München. Het banier van de Thule-gezelschap voerde een swastika. En dit is waarvoor je me naar Koningswinter hebt gebracht? Thank you.